Yeah. I get those goosebumps every time. I need the Heimlich. Hallo jongens, meiden, super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Ik ben Turkai en op dit moment is het 2:30. Ik heb net gegeten, ben alweer thuis omdat vandaag weer alleen één toets had en verder geen school. Dus ik heb net gegeten. Ik ga nu verder loomen. Omdat ik weer een nieuwe draak aan het maken ben. Waar ik al redelijk ver mee ben. Maar heel misschien niet eens af kan maken. Omdat ik niet genoeg elastiekjes heb. Maar dat ga ik nu doen. Misschien. Even. Ja, dat ga ik doen. Dus, en doe alvast dat blauwe duimpje omhoog. Als jullie het leuk vinden, de vlogs tot nu toe. En laat even in de comments weten wat jullie van de vlogs vinden. Ik ga dat nu even lekker noemen. En dan zometeen. Ik ga ook gelijk een paar gamevideo's opnemen weer voor mijn tweede kanaal. Floppy Games. Abonneer er ook even. Dat is ook een super goed kanaal. Abonneer er ook even. Dat is ook heel erg waarderen. Nu ga ik even loomen. Ik heb ondertussen gewoon dit filmpje aanstaan. Omdat ik het niet uit mijn hoofd weet. En ondertussen gewoon lekker hier een muziekje. Op Spotify. Even kijken hoor. Oh, waar is mijn muis? Daar. Pizza met ananas zo snel. Zo, ik ga dus nu even loomen, maar vanmiddag moet ik weer, hoe laat moet ik werken, vanavond moet ik van 6 tot 8 uur werken, dat ook nog vanavond, en daarna moet ik nog leren voor de toets die ik morgen heb. Ik had vandaag ook een toets van natuur scheikunde, ik vond het best wel goed gaan, eerlijk gezegd. Dus laten we hopen dat ik daar goed voor cijfer voor heb. Omdat ik op dit moment voor natuurscheikunde gemiddeld onvoldoende sta. Daarom is het heel belangrijk dat ik dat goed doe. Dat zeg maar. Dus ik ga nu even lekker loomen. Daarna. Ik ga even nu loomen. En daarna, ja. Ga ik. Als ik vanmiddag nog iets leuks ga doen, misschien chillen met een vriend of zo. Dan neem ik jullie natuurlijk weer mee. En anders helaas niet. Dus dan zie ik jullie daarna wel om 5 uur of zo. Dus tot dan. Zo, ik ben er weer. Ja, ik ben net thuis. Ja, niet net. Ja, best wel net thuis. Ik ben net terug van het werken. Het is nu inmiddels 9:50. Ik heb net ook even geleerd voor een toets die ik morgen heb. En ik ga nu even nog even verder loomen met die draak waar ik mee bezig was. Omdat ik echt bijna klaar ermee ben. Dus dat ga ik even afmaken. Dat sowieso. En daarna, ja, weet ik niet wat ik nog even ga doen. Totdat ik ga slapen. Zie ik dan wel. Dus dat ga ik nu even doen. En ik ga denk ik weer een paar video's opnemen van mijn gamekanaal. Dus check die ook even. Dat zou heel fijn zijn. Floppy Games heet die. Check die ook even en abonneer even daar. Dat zou ik heel erg waarderen. Dus de vlog vandaag is best wel kort. Sorry daarvoor, maar ik. What the fuck? Ik was vandaag grotendeels of aan het loomen of ik was niet thuis. Dus kijk, ik. Als ik ga chillen met vrienden of zo, neem jullie 9 van de 10 keer wel mee. Vooral met Steve, want hij vindt het niet erg en boeit het niet. Dus dan neem ik jullie mee. Maar kijk eens, ik heb ook bepaalde vrienden die niet per se op film willen. Dus dan kan ik niet zomaar gaan filmen. Kijk, en ik moet dat ook respecteren. Dat respecteer ik ook. Dus daarom film ik dan ook niet.
Dus vandaar. Als jullie Timmy en Draak hebben gezien, nee, ik bedoel, Draak race naar de rand. Kennen jullie misschien wel de gifstaart? Ik weet niet of jullie van hem gehoord, maar goed. Die ben ik aan het maken, ik ben bijna klaar ermee. Ik Het is moet alleen alleen dus voor nog de mij te buik. zelf uit. En daarna, ja, dan moet ik hem de buik aan het de rest van smaken. Ik laat even wat ik heb al even zien. Oh, zo, zo. Dit is de kop. Dit is zo het lichaam. En dan moet ik de buik maken en dan eraan vastzetten. Ik heb ondertussen ook weer twee andere draak gemaakt. Wacht, ik kan het even. Sinds de laatste keer hoe dat ik draak heb laten zien die ik gemaakt heb, heb ik er weer twee gemaakt. Trouwens, drie. Laat maar. Drie. Kijk, ik vind het best wel chill om dit te doen, omdat het lekker, gewoon rustig even om mezelf. Even lekker bezig. Zo is het. Ja, perfect. Dus ik vind het wel chill. Kijk, deze. Als jullie Drakenrace naar de rand hebben gezien, kunnen jullie deze herkennen. En anders niet. Deze. Zo. Dit is de doodslied. Zo heet deze, omdat deze draak een. Wat hij kan, hij heeft een soort lied. Doet hij altijd uit, zeg maar, dat als hij brult of zo, dan hoor je dat lied. En dan alle andere draken die worden daardoor aangetrokken. En dan doet ze in een soort van kokon vastmaken naar iets op. Dat doet die draak. Oké, dit is deze kennen jullie misschien ook wel, ik weet niet. Dit is Stormvlieg, ook van Hoe Tim en Draak. Alle draken die ik maak staan van Hoe Tim en Draak, dus jullie het weten. Deze is ja, gewoon Stormvlieg. Niet zo moeilijk. En als jullie Hoe Tim en Draak 2 en 3 hebben gezien, één van de twee of allebei, dan kennen jullie deze misschien ook wel. Wolkendanser, die de draak van Hikki's moeder met vier vleugels. Maar goed, dit is die andere draak. Zo. Kijk, dit is de staart. Maar goed, dus nu ga ik even die gifstaart afmaken. Denk. Oh, als ik daarmee klaar ben, dat het dan bijna 10 uur is. Want om 10 uur moet ik slapen, omdat ik morgen om 8:30 op moet. Heb ik morgen één toets om 8:30? Ja, heb ik een toets tot 9:45. Ben ik klaar, ga ik naar huis. En de rest van de dag heb ik. Lekker voor mezelf, maar om 4 uur moet ik wel werken tot 6 uur. Dat is wel zo. Maar verder heb ik de hele dag voor mezelf. Kan ik de hele dag lekker gaan chillen. En ik ga morgen weer echt wat leuks bedenken. Probeer in ieder geval wat leuks te bedenken om voor jullie te doen. Daar ga ik echt mijn best op doen. En dus ja, ik ga even de draak verder maken. En als ik hem vandaag nog afkrijg, laat ik hem vandaag ook nog zien. Dus misschien tot zo. Ja, sowieso tot zo. Tot zo. Zo, dit was de klok weer van vandaag. Ik ben nu even aan het klaarmaken om te gaan slapen. En ook even een paar kleinste dingetjes nog aan het afmaken. Bij die draak die ik aan het maken was. Ook nog ervoor. Dus die maak ik vanavond nog eigenlijk even af. Maar die laat ik morgen pas zien. Dat ik dan tijd heb om dat te doen. Dus nu ga ik lekker slapen. Ik heb mijn tanden gepoetst en zo. Dus ja, dit was de vlog van vandaag. Ik hoop dat je het leuk vond. Ondanks dat ik bijna niks heb gedaan.
Vergeet niet dat blauw duimpje omhoog te doen. En te abonneren hier beneden. En ook op mijn Twitter kanaal Flappy Games. En volg me ook even op TikTok. Dan zie ik jullie morgen met een gloednieuwe vlog. Doei. I get those goosebumps every time. I need the Heimlich. Throw that to the side. I get those goosebumps every time.